Vroeger dacht ik altijd, Nederlands leren, oh, maar dat is gemakkelijk. Maar sinds ik Gloria, Samira en Ludwig ken, weet ik wel beter. Kijk, daar is Gloria. Ze komt uit Nigeria en heeft daar een opleiding als verpleegster gevolgd. Hé, hey Gloria, kom eens. Ga jij naar de Nederlandse les? Ja, mijn kinderen gaan nu naar de crèche. Daarom kan ik terug naar de Nederlandse les. Thuis oefen ik soms mijn Nederlands met de computer. Ik ben gescheiden alleen met de kinderen en ik werk in de roestas. Gloria wil geen enkele les missen. Maar soms, ja, soms is het niet gemakkelijk en lukt het gewoon niet voor haar. Ze staat er helemaal alleen voor met de kinderen. En ze heeft vaak hoofdpijn. Omdat ze haar familie heeft verloren tijdens de oorlog. Je zou voor mineralis niet in de les geraken. Nu gaan we eens kijken bij Samira. Samira komt uit Marokko. En zij gaat regelmatig naar de Nederlandse les. Ja, ik ga naar de Nederlandse les. Ik kan verstaan. Praten is een beetje moeilijk. Ik heb geen kinderen. Ik werk zoeken. Samira spreekt Berbers. Ze is maar tot haar 13e jaar naar school geweest in Marokko. Omdat het niet gewoon is om te studeren, heeft zij wat meer tijd nodig. Samira gaat wekelijks naar het kookclubje in het buurthuis. En daar, ja, daar durft ze wat Nederlands te spreken. Al is het ook met foutjes. Iedereen is er vriendelijk en spreekt traag en duidelijk tegen haar. Kijk, daar is Ludwig. Ludwig komt uit Bosnië. Hij werkt meestal in zijn moestuintje. Zie je het? Hé, Ludwig, waar heb jij Nederlands geleerd? Ik lang in België. Ik gewerkt in Haven. Geen school. Maar ik altijd proberen Nederlands praten. Mijn kinderen allemaal studeren. Ik nu naar school voor lezen en schrijven. Is moeilijk. Ludwig is vroeger nooit naar school geweest. Nu hij geen job meer heeft, gaat hij naar de les. Nu hij wat ouder is, lukt dat nog moeilijk. Ludwig kan niet zoveel Nederlands, maar hij is vlot en heeft geen schrik om fouten te maken. Zo kunnen we toch al eens een klapje doen. Ik heb altijd gedacht dat Nederlands leren voor iedereen in dezelfde rechte lijn verloopt. En dat je aan het einde van de weg goed Nederlands kunt spreken. Maar nee, zo simpel is dat niet. Of je nu snel en goed een andere taal leert spreken, dat hangt af van heel veel dinges. Wat dat betreft heeft Gloria bepaalde voordelen. Waarom? Ze is jong, ze spreekt Engels en studeerde in Nigeria voor verpleegster. Door de kinderen en haar werk heeft ze veel contact met de Nederlandse taal. Spijtig dat ze door haar hoofdpijn niet altijd goed kan volgen in de les. Het is trouwens niet makkelijk om werk en les te combineren als je er helemaal alleen voor staat met twee kinderen. Wat denken jullie daarvan? Ook Samira is jong. En we weten allemaal, hoe jonger je een taal leert, hoe beter. Samira heeft een goede gezondheid en zij kan altijd naar de les. Maar doordat ze in Marokko niet lang naar school ging, gaat ze wat trager vooruit. Wat voor Samira ook lastig is, is dat ze nogal verlegen is. Om een andere taal te leren, moet je fouten durven maken. Jammer. Doe het maar eens. Ludwig, die durft praten en is absoluut niet bang om fouten te maken. Zo pikt hij veel woorden op. Wat voor hem moeilijk is, is dat hij nooit naar school ging en niet kan lezen of schrijven. Omdat hij wat ouder is en veel zorgen heeft om de eindjes aan elkaar te knopen, vergeet hij veel van wat hij leerde in de les. Nederlands leren gaat niet voor iedereen even snel. En ook niet iedereen kan hetzelfde niveau halen. Ook al wilt je dat nog zo graag en doet je nog zo je uiterste best. Ik zal eens iets verklappen. Ik zelf heb geprobeerd om Bosnisch te leren. Maar helaas, ik heb het moeten opgeven. Als we wat geduld hebben en allemaal een beetje moeite doen, dan verstaan we elkaar wel. Al is het met handen en voeten.